We zijn bij de Hotels Summit 2023 hier bij Postillon Hotels in Bunnik en we gaan het hebben over de toekomst van de hotelbranche. Want kansen volop, maar bedreigingen natuurlijk ook. Werken met de jongeren binnen je organisatie is leuk en inspirerend en soms ook best uitdagend. Een aantal dingen die je kunt doen om dat wat makkelijker en wat beter te maken, zou ik zeggen, is 1. Hou een vinger aan de pols. 2. Bied ontwikkelperspectief. 3. Wees een coachend leider. 4. Ondersteun stressbestendigheid. En 5. Wees een rolmodel. We kunnen ontzettend veel van ze leren. Het geeft een mooie nieuwe dynamiek. En vooral veel investeren om daar optimaal de vruchten van te plukken. Nou, ik heb verteld over gastvrijheid, de gastvrijheidindustrie. En eigenlijk nu de robots die daarin een rol gaan spelen. En daarbij heb ik vooral aandacht besteed aan de psychologische kant daarin. En wat ik hoop dat de mensen meenemen, is dat technologisch is er van alles mogelijk, maar dat we met name de mensen, dus de gasten, de medewerkers daarin niet moeten vergeten. Omdat ik denk dat het je werk wel meer kan of efficiënter kan maken, waardoor je weer kan focussen op andere dingen. Wat ik heb verteld is hoe belangrijk kunstmatige intelligentie is, hoe toegankelijk het is, hoe het voor iedereen te gebruiken is. En dat het dus heel veel mogelijkheden geeft. Maar tegelijkertijd heb ik ook de oproep gedaan om dus de menselijke maat niet uit het oog te verliezen. Mijn verwachting voor vandaag was dat ik in ieder geval leuke hoteliers zou ontmoeten. Daar draait uiteindelijk het hele event om en dat is zeker ook gebeurd. Ook heel veel andere bedrijven die hotellerie kunnen ondersteunen zijn hier vandaag aanwezig. En daar ga ik straks nog heel uitgebreid mee praten. Voor de rest hebben we eigenlijk heel wat private meetings gehad en ook gewoon presentaties. Onwijs van genoten, heel veel van geleerd. En ook gewoon heel leuk vooral in die private meetings om open te kunnen debatteren over bepaalde onderwerpen of bepaalde industrieën of bepaalde systemen die ons eigenlijk ondersteunen in de horeca. De kracht van de private meetings is voor mij is dat je met z'n allen in hetzelfde schuitje zit en dat je met elkaar de emoties en alle andere zaken met elkaar kan delen en verhalen kan uitwisselen. Ik vond het echt een hele leuke dag. Ik heb zoveel hoteliers gesproken en iedereen is eigenlijk heel enthousiast over de toekomst. Maar ze zien toch ook wel bedreigingen. En dan hebben ze het over de personeelstekorten die er nu zijn. Hoe gaan we robots gebruiken zometeen? Dus dat hoor je toch ook wel. Maar overal is het toch een heel enthousiaste groep mensen. Iedereen is lekker aan het netwerken en heeft elkaar ook lange tijd niet gesproken, sommige mensen. Dus ze wisselen allemaal ervaring uit en kennis en dat is toch wel heel leuk om te zien hoor. Echt een enthousiaste groep mensen.